Nemesis Delay is een veelzijdig apparaat met best wel wat aansluitingen op. Dus laten we die even bekijken. Als ik deze even uitplug, dan kan je hier zien dat hier de inputs zitten. Input 1 waarschijnlijk links en input 2 voor rechts en een MIDI-in. Een MIDI-in is alleen als je MIDI-apparatuur gebruikt. Dus bij het spelen van gitaar of zo is het totaal niet belangrijk. En de gitaar, ik ga ervan uit dat je die meestal gewoon in de input 1 zal doen, omdat de gitaar dus mono is. Aan de andere kant hebben we de outputs. Output 1 en output 2 en de MIDI True. Dus kunnen we het MIDI-signaal door het apparaat heen laten gaan naar een volgend apparaat. Maar bij een gitaar heb je deze dus niet nodig. Dan gebruiken we waarschijnlijk output 1, maar misschien ook output 2. Als je een stereo resultaat wilt hebben. Want dit is links en dit is dan rechts. Hier zien we nog een aantal aansluitingen aan de achterkant. Het eerste wat we zien is control input. En control input is zodat dezelfdesoortige apparaten die ook met neuro werken, die kunnen dan met elkaar communiceren. Vaak heb je het denk ik niet nodig of ga je het niet gebruiken. We hebben natuurlijk de stroomingang en die moet aangesloten worden op een 9 volts adapter. Dan kan je hier zien dat er een klein schakelaartje zit en daarmee kan je wisselen tussen switch en EXP. En als deze op switch staat, dan kan je hier in dit ding met zo'n plug. Kan je dus een pedaal in, dus een pedaal aansluiten. En zoals ik hier op druk, dan wordt er gewisseld van preset. Heel handig, dan kan je gewoon met je voet op stappen en dan wissel je snel tussen de presets. Wat we hier zien is de USB-aansluiting. En de USB-aansluiting is om dit apparaat op de computer aan te sluiten. Want er is dus een app voor dit apparaat. En met die app op de computer kan je dus ook de presets beheren en instellen.